Afgelopen vrijdag heeft 2K maar liefst 7 van zijn beste games naar de Nintendo Switch gebracht. Namelijk Borderlands The Legendary Collection, waarin Borderlands 1, 2 en Borderlands de pre-sequel in zit. De gehele Bioshock collectie, dus Bioshock 1, Bioshock 2 en Bioshock Infinite. En ook nog de XCOM 2 collectie, waarin je XCOM 2 plus alle DLC kan spelen. En om dat te vieren heb ik deze hele mooie 2K Loves Nintendo Switch box gekregen. Hier zitten superveel leuke, coole gadgets in. We gaan kijken wat hierin zit. En we gaan de games natuurlijk ook spelen in deze video. Doe vast dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En dan ga ik deze box uit elkaar trekken. Dit is serieus zwaar, jongen. What the hell? Oeh, nice. Dit is Borderlands, XCOM en Bioshock. Oké, laten we beginnen met Borderlands. Oké, wat is dit allemaal? Een muts. Hallo, ik ben een kabouter. Cool, dit zijn stickers. Die kun je op je Nintendo Switch en op je controller plakken. Vet. Oké, wat is dit? Dit ziet er wel echt fancy uit. Oh, wat? Is dit wat ik denk dat het is? Kennen jullie dit logo? What? Oké. Holy shit, dit is gewoon een nieuwe headset. De Astro A40. What? Oké, deze had ik echt niet verwacht. Ik wist dat dit een mooi pakketje zou zijn, maar ik denk dat we gewoon snel moeten gaan beginnen. We gaan snel Borderlands spelen. Let's go. Oké, qua Borderlands speel ik dus Borderlands 1. Maar ook deel 2 en de pre-sequel zitten in deze collectie. Dus dat is hartstikke mooi. We zijn hier in Pandora. En dat wordt geteisterd door allerlei monstertjes. En die moeten we even kapot gaan schieten. En we moeten even kiezen met wie we dat gaan doen. Oh, deze headset zit trouwens lekker, jongens. Hallo, robotje. Oh, we got a weapon. Kan ik hem schieten? Ah, nee, dit ziet er wel uit als een vriendelijke robot, jongens. Oké, we gaan nu naar de vreedzame stad Firestone, zegt hij. Ja, vreedzaam. Het zal wel. Wat? Wat? Wat is er? Waarom? Wat doe je? Hallo? Oh, snap. Oké, dan. Oké, tot zover dan was het vreedzaam. Maak even dit hekje open dan. Dan kan ik ze schieten. Ja, heel goed, Clappy. Heel goed. Hij stoot zijn bakkes. Nice. Hallo? Oh, oké. Jullie zijn niet vriendelijk. Oké, doei. Oké, doei. Hoppakee. Hoppa. Hoppakee. Ja hoor. Oh, kan ik hem gewoon slaan? Mag ik hem slaan? Ik heb nog maar 1 kogel. 1 kogel. Hoppakee. Oké, met mijn laatste kogel. Dat was lekker. Is dit held? Ja, nice. Hey vriend. Had je me niet even een beter wapentje kunnen geven? Zit hier een ander wapen in? Ja, gelukkig. Oké, dan. Oké, jongens, ik heb even... Juist, kijk, hier kan ik veel beter mee schieten. Oh, ik hou echt van dit steltje, jongen. Ik vind dit zo gaaf. Een soort van strippenboekstijltje of zo heeft deze game. Ik vind dat echt super mooi. En dan te beseffen dat je ook gewoon 3 games voor de prijs van 1 krijgt, hè. Dat is ook super vet. Oké, daar zijn ze weer. Oh, wat? Wat? Waar? Daar ook. Waar kom jij opeens vandaan? Oké, kijk, zie je? Dit gaat al een stuk beter. Lekker wapen. Oh, er loopt hier iemand vlak naast me weer. Hallo, jij Tuk. Doei, Tuk. Claptrap, ze zijn dood. Je hoeft niet meer te bibberen, vriend. Hallo? Waarom ligt daar een schedel in jouw kastje? Oh, hij heeft wel een mondkapje op. Hij is wel voorbereid op deze tijd. Oké, dan. Rustig gaan maar. Yo, wat heb je allemaal in je kastjes, jongen? Oh. Ik jat gewoon even al zijn geld uit die kastjes. Oh man, oh snap! Mijn robot is gekild! Oké, dat heb jij gedaan, hè? Doei! Oh shit, staat hier weer één naast me. Oh shit. Hop, shotgun. Dikke doei, jongen. Dikke doei, nu jij nog. Mazzel! Wat een drama queen ben jij! Nou jongens, laten we dit robotje eens even gaan redden. Arme Claptrap. We moeten even medicijntjes gaan zoeken voor hem. Kan ik die hier vinden? Ja, oké. Hiermee kan ik hem repareren, jongens. Yo, Drama Queen. Ik kan je repareren. Doe maar rustig. Sta maar weer op. Heel goed, oké. Alright, de poort is open. We mogen de wereld in. We mogen de wereld van Borderlands gaan verkennen. En we moeten 5 skerks killen. En dit zijn skerks. En dat is 1. En daar komt nummertje 2. Hoppakee. En daar komt nummertje 3. Reload. Ja, nummertje 3. Ja hoor, nummertje 4. Hoppakeetje. Lekker wapentje dit hoor. Oh, wacht, hij is nog niet dood. Shotgun. Schiet hem. Schiet hem. Oké. Ja, dit is super tof. Ik ga dit sowieso nog veel vaker spelen. Anyway, we moeten snel door, jongens. Anders duurt deze video veel te lang. Jullie moeten in ieder geval wel weten dat Borderlands echt perfect draait op de Nintendo Switch. Dat valt me echt 100.000% mee. En ik wil gewoon verder spelen. Maar nu
Door met het volgende pakketje. Oh man, Borderlands was echt super vet. Laten we nu gaan kijken wat er in de doos van Bioshock zit. Ja hoor, kom maar, kom maar. Oh, super nice. Een Bioshock case om je Nintendo Switch in te doen. Een doekje om je Nintendo Switch af te doen. Sokken! Yeah. I mean, wie wilde nou geen sokken, jongens? Oh nice, onderzettetjes van alle games die hierbij komen. Oeh, een speciale enveloppe. Oh, dit is ook altijd handig. Een geheugenkaart voor je Nintendo Switch. En... is dit wat ik denk dat het is? Is dit gewoon een pro-controller? Nee, serieus? Holy crap, ik word echt te erg verwend door 2K. Ik dacht dat die headset al helemaal gek was. Zit er gewoon ook nog een pro-controller bij, wat? Nou, laten we maar snel gaan kijken hoe Bioshock draait op de Nintendo Switch, jongens. In dit pakket zitten dus Bioshock 1, 2 en Bioshock Infinite. Alle Bioshock games, super nice. Nu ook voor de Nintendo Switch. En het begin van deze game vind ik zo episch. We zitten rustig te chillen. In een vliegtuigje. En dan gaat het opeens helemaal mis. We liggen in het water. Zwem naar boven. Zwem, zwem, zwem. Goed zo, vriend. Je hebt het overleefd. En we zien hier echt een epische toren. We moeten daar maar even naartoe, denk ik. Want ja, hier aan deze kant gaat het niet zo goed. En daar gaat ons vliegtuig, jongens. Oké, laten we in ieder geval uit de buurt blijven. Laten we gewoon zwemmen hier naar deze toren. Want het lijkt alsof hier wel leven is. Oké, nou gelukkig staat de deur al open. Alsof ze wisten dat we eraan kwamen. Het is alleen wel een beetje donker. We zien hier een trappetje. Dan gaan we naar beneden en dan gaan we hier naartoe. Ja hoor, nog een trappetje. Gelukkig gaan de lichten allemaal aan. Ook in 1960 hadden ze al van die sensoren blijkbaar. We trekken aan dit ding. Oh snap, oké. En dan gaan we dus naar beneden. En wat je nu gaat zien, jongens, dit is zo vet. Dit is mij altijd blij gebleven. Blij gebleven? Bijgebleven. Dit spel is origineel voor het eerst verschenen op de PlayStation 3. En ik zal dit stukje nooit vergeten. Ik vind dit zo ontzettend vet. Want kijk dit even, jongens. Opeens zit je in een dikke onderwaterstad genaamd Rapture. Ik vond dit zo ontzettend cool. Ik vind sowieso heel het verhaal van Atlantis ook heel nice. En dan opeens dit, gewoon een hele stad onder water. Check die grote walvis daaronder, jongen. Holy moly. Ja, die zwemmen hier dus blijkbaar ook nog gewoon rond. We hebben hier zo tabakzaken. We hebben lounges waar je een cocktail kan drinken. Casino's van alles en nog wat. Oké. We zijn nu half boven water volgens mij. Wat gebeurt hier dan? Iemand smeekt om genade. Oké dan. Oh, nee. Dit is niet heel relaxed. Kan deze lift niet gewoon even lekker een stukje doorgaan of zo? Want dit is niet relaxed. Oké, we moeten even deze radio pakken. Atlas begint nu even tegen ons te praten. We moeten hem gaan helpen. Nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Kan ik nog terug? Get to higher ground is onze nieuwe goal. Ik wil helemaal niet naar buiten, man. Mag ik weer naar de wrakstukken van mijn vliegtuig? Vroeger was het hier super leuk volgens mij, maar nu niet meer hoor. Hallo? Oh, maak hem kapot. Ja, maak hem kapot. Nice. Schiet hem. Lekker bezig. Oh, nice. Wapen. Oh, crap. Laat me nou met rust, joh. Hallo? Oh, dankjewel. Dankjewel, vriend. Wil jij even stoppen met mij slaan, alstublieft? Dankjewel. Maar kijk even hoe dit gemaakt is. Deze wereld is zo ontzettend vet gemaakt. Dit was echt serieus een van de beste games in de tijd van de PlayStation 3. Ik vind het nog steeds heel cool hoor, om hier rond te lopen. Het level design en het design van de werelden. Oh man, het is zo mooi. En ook deze draait behoorlijk lekker op de Nintendo Switch qua framerate en alles. Het valt me echt zo erg mee. Ik ben er wel blij mee hoor, hoe dit allemaal gaat. We hebben even iets nodig blijkbaar. Oké, ja, steek anders gewoon even een naald in je arm. Tuurlijk joh, waarom niet? Waarom zou je dat niet doen? Oh, dit is echt je Star Wars gedoe, jongen. We zijn gewoon Senator Palpatine van Star Wars nu. Ja. En ik denk dat we nu hoofdpijn hebben. Hallo, wie ben jij? Waarom draag je een masker, jongen? Ik heb zoveel vragen met deze game. Oh, we hebben nu echt een superarm. En met superarm kunnen we deurtjes openmaken. Hoppakee. Lekker. Nice. Oké, wat gebeurt er? What's happening? Oh crap! Vliegtuig! Ja hoor, dit is mijn vliegtuig. Ik wilde mijn vliegtuig terug en nu heb ik hem terug. Het kostte me alleen bijna mijn leven. Holy crap. Oké. Bap. Ja, lekker. Dit ging goed. Dit ging helemaal top. Hallo. Pak hem! Lekker. Zijn er nog meer enemies? Wat gebeurt hier al? Waarom gaat het allemaal kapot? Oké dan. Ja hoor, er staat hier iemand even in de fik. Pak hem! Ja, oh ja hoor. Ja hoor, dag. Oh, kijk dit dan. Er staat er iemand...
bij een kinderwagen. Dit is niet oké, hoor. Oh, oké. Oh, nee, je hoeft me niet aan te vallen. Rustig maar. Als jij mij niet had aangevallen, dan had ik je nooit kapot geschoten. Oké, het restaurant. Het Kashmir restaurant. Is hier wat lekkers te eten, lieve mensen? Ja, het ziet er niet echt naar uit alsof je hier nog wat te eten kan scoren. Niet te dichtbij komen, jongen. Ik pak je. Ik heb alleen nog maar één kogel. Mijn kogels zijn bijna op. Hallo? Waar is... Daar. Daar. Hoppakeetje. Oké, zoals ik al zei, dit is best wel een enge game, jongens. En als je niet van enge games houdt, dan is dit niks voor jou. Maar qua sfeer, jongen, als je wel van enge games houdt... Kijk nog even hiernaar, weet je wel. Die hele wereld en de hele game zit gewoon vol met dit soort beelden en plekken. Waarin je dus het water om je heen ziet, maar tegelijkertijd allerlei gekke neonreclames en dingen. Dit blijft maar doorgaan in deze game. En ja, ik ben er stiekem wel een beetje verliefd op, jongens. Maar goed, we hebben nog één collectie te gaan in dit pakketje. En die gaan we nu heel snel uitpakken. Alright, en dan het laatste deel van deze care package. Wat zit hier allemaal in, man? Oeh, hier, dit is dus waar die geur vandaan kwam. Oh, badzout. Ja hoor, dit is het. Wacht, laat me even ruiken. Zo. Oh, dit ruikt naar eucalyptus. Dit is zo lekker. Ik heb alleen geen bad. Niet alle content creators zijn zo rijk dat ze een bad hebben. Wij hebben gewoon een douche. Wat is dit dan? Oh, een geurkaars. Wat is deze dan? Een pittenzak. Dat is oké. Hier nog twee tasjes. Altijd handig. Altijd leuk. Dit is een badjas. Oh, dit is warm. Oh, lekker man. Alright, XCOM. En dit is weer een heel ander type game. Dit is namelijk een hele tactische game. Je kan het een beetje vergelijken met Mario plus Rabbids. En tegelijkertijd heb je wel dit soort story dingetjes. Er zit best wel een heel goed verhaal in XCOM. En dat is best wel een lekkere link, zeg maar. Goed verhaal, maar tegelijkertijd hele tactische gameplay. Nou, hoe ziet dan die gameplay eruit? Die gameplay ziet er dus zo uit. Wat ik net al zei. Mario plus Rabbids. Je moet namelijk echt van vakje naar vakje lopen en op tactische plekken gaan staan. En vanaf daar kan je aanvallen en kan je allerlei andere dingen doen. Je kan ook verdedigen als je dat wil. Iedere beurt mag je twee dingen doen. Dus je kan bijvoorbeeld twee keer lopen, maar je kan ook lopen en schieten. Of lopen en verdedigen. Nou, dit is de tutorial en hierin wordt dus uitgelegd hoe de game werkt. En we moeten eigenlijk allebei gewoon lekker een stukje vooruit gaan lopen. Hier naartoe, hoppakee. Go, 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 go. En in de tussentijd heb je dus allemaal van dit soort cutscenes. En dat vind ik heel tof, dat het soort van gemixt is. Alright, we gaan dichter naar de enemies toe. Let's go, 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 go. Oké, nu mogen we er één kapot gaan schieten. Bap, 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 bap. Hoppakee. Nou, nu hebben ze ons natuurlijk gezien, dus nu gaan zij ook allerlei dingen doen. Ja hoor. Kijk, ze rennen al weg. Maar goed, wij waren nog aan de beurt, dus wij gaan eerst even lekker hier naartoe. Ze hebben me nou toch al gezien, dus dat maakt ook niet meer uit. Hoppakee, pak die tweede. Bap, 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 bap. Oké dan. Oké, nu zijn zij aan zet. Jij gaat missen, jongen. Jij gaat missen. Zie je? Lekker voor je. Oh, wacht even. Dus nog één. Nee! Dit gaat sowieso niet goed. Oké, oké, doei. Pak hem terug hiervoor, jongen. Ik bedoel, je mag niet zomaar mij neerschieten, jongen. Dikke doei. Oh, oké dan. Deze gast wordt even in zijn rug geschoten. Bedankt voor de hulp, jongen. Ja, en toen waren we opeens weer met drie. Lekker, hoor. Nou, de bedoeling is dus dat wij iets op gaan pakken en daarna gaan ontsnappen. Oh, snap. Nieuwe enemies. Maar deze guy, die stond daar even te wachten. En die knalt er gewoon even lekker eentje neer. Heerlijk. Zo doe je dat. Even de deurtje hacken. Ja, hoor. Oké, dan komen we nu in de buurt van de package. What's the package? Wat zit erin? Het is een persoon. Dat is een mooi pakje, jongens. Ja, dat pakje, dat wil ik ook wel hebben. Hoppakee. Neem maar mee. Op de schouders. En meekomen jij. Oh, dit gaat nooit goed komen met deze guy, jongen. Nee, kijk uit. Buk. Buk. Oké, ik denk dat we maar gewoon weg moeten rennen. Gelukkig hebben we granaatjes, jongens. Dus, hij kan niet meer rennen. Hij heeft iemand op zijn schouders. Tempo. Oké, we hebben de evacuatiezone. En hoppakee, we gaan er vandoor, jongens. Wegwezen hier. We hebben de package. We hebben de commander. Let's freaking go. Wegwezen, jongens. Redden! Go, 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 go! Ja, ik ben dus wel heel blij met dit soort filmpjes elke keer tussendoor. Want anders vind ik dit soort spelletjes een beetje saai worden. Mario Rabbids had het ook heel erg goed. Mario Rabbids is natuurlijk, ja, Mario en is ja, veel vrolijker en zo. Dit is allemaal iets duisterder, want het gaat om aliens volgens mij. En allemaal gekke wezens zoals je hier ziet. En na elke missie dan worden je soldaten ook sterker. En krijg je betere spullen. En dan kan je andere soldaten weer meenemen. En als een soldaat doodgaat, dan is die ook echt dood. Dan kan je die gewoon niet meer gebruiken in de rest van de game. Dan moet je weer helemaal nieuwe soldaten trainen. Of ja, zijn het eigenlijk wel soldaten? Het is een of andere speciale eenheid volgens mij. We hebben in ieder geval de commander gered. Maar vond je Mario plus Rabbids nou leuk qua game? Dan is XCOM 2 misschien ook wel iets voor jou. Laat mij even weten in de reacties.
welke van deze drie, of ja, eigenlijk zeven games, je nou het allerleukst vindt. Is dat de Borderlands The Legendary Collection? Is dat de Bioshock Collection? Of is dat de XCOM 2 Collectie? Ik ben in ieder geval super blij met deze nieuwe games voor de Nintendo Switch. En ik wil 2K even bedanken voor dit fantastische pakketje wat jullie me hebben gestuurd. Ik ben super blij met mijn muts. En natuurlijk ook met deze headset en alles wat erin zat. Doe even een blauw duimpje omhoog, jongens. Abonneer op mijn kanaal als je meer Nintendo Switch video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Want daar speel ik deze games ook gewoon. En dan hoef ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Mazzel!